Theater Thalia, het enige theater in Suriname en oudste in het Caribisch gebied, verkeert in zwaar weer en er hangen donkere wolken boven het 181 jaar oude theater. Directeur Hugo Wikkeling zegt in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst onomwonden dat het dak van Thalia op instorten staat. De dakspanten, ik moet even duidelijker zijn, dat zijn de dikke balken die het dak dragen. Daar zijn 2 van de 5 kapot. En die moeten vernieuwd worden. Dat is eigenlijk het rampgebeuren van Thalia. En dus dat omdat... was de reden dat eigenlijk een paar maanden terug, nog een maand terug, Thalia gesloten is voor renovatie? Hè? Ja, bij een inspectie, dat controle wat we regelmatig doen, is gebleken dat 2 van die dakspanten dusdanig in dusdanig staat verkeerden, dat ik eigenlijk genoodzaakt was ter voorkoming van ongelukken, om de tent te sluiten. Dus het theater is op dit moment gesloten. En er wordt nu hard gewerkt aan de reparatie daarvan. Maar we kunnen niet verder, want ons ontbreken de financiële middelen. Zo. Dat is eigenlijk het hele eier eten op dit moment. Zoals u weet is Thalia zelfsupporting. Dus we zijn gewoon zelfstandig. En ons inkomen, dat is alleen maar uit verhuringen. En u moet zo voorstellen dat de verhuring eigenlijk ook niet veel is. Het is gemiddeld zo ongeveer $1 per stoel. En daarvoor krijg je een heel theater met airco en de boel. En onze uitgaven die zijn ook dusdanig dat we eigenlijk net ons hoofd boven water kunnen houden. Er moeten geen calamiteiten plaatsvinden zoals nu. Op social media is er geklaagd dat Thalia duur is om te huren. Directeur Wikkeling legt uit dat het theater voor $1 per stoel wordt verhuurd en daarvoor krijgt men een uitmuntende akoestiek en airconditioning. Ook moet het personeel en andere logistieke zaken uit de verhuurkosten betaald worden. Thalia moet namelijk rondkomen met de gelden die uit de verhuring komen, omdat zij niet door de overheid gesubsidieerd wordt. Berekend is de offerte plus de inkomstenderving. Dat is bijkans een 500.000 SRD, 500.000 SRD. Dus wij zoeken sponsoren en gelukkig dat er enkele grote bedrijven bereid zijn om een duit in de zak te doen. We hebben al concrete toezeggingen van enkele bedrijven, maar we hebben het nog niet in de beurs en op de rekening. Ja. Ik verwacht eigenlijk ook een actie van de podiumkunstenaars en artiesten. Neem maar Asago, die gaat gelijk in de pen klimmen. En die zullen iets doen. En natuurlijk zijn er ook nog andere mensen die ik op het oog heb. Morgen bijvoorbeeld is zeer spontaan DJ Ballo en DJ Joanne. Die hebben spontaan aangeboden om een karaokeavond te organiseren. Geheel vrijblijvend voor hun. En dat is eigenlijk een fundraising om geld te genereren voor ook dit soort werkzaamheden. Nou, de samenleving kan meehelpen door wellicht een donatie te geven aan Thalia. En het DSB heeft Thalia een SRD-rekening. En daar kan Thalia misschien van profiteren als de samenleving. Het maakt niet uit wat voor bedrag. Als ze nog erbij schrijven dakrenovatie, dan krijgen ze ook een bedankbriefje voor de zaken die ze doneren aan Thalia. Hugo Wikkeling, directeur van Theater Thalia. Het theater verkeert momenteel in zwaar weer. Het dak staat op instorten en de renovatiewerkzaamheden kunnen niet voortgezet worden vanwege een gebrek aan financiën. Op de samenleving wordt het beroep gedaan mee te werken aan het behoud van dit 181 jaar oude theater.